Goedenavond mensen thuis, welkom bij deze allereerste aflevering van Studio Kool hier in Kool Kunst en Cultuur. Het is donderdagavond 25 februari en we hebben een heel mooi programma voor jullie samengesteld. Allereerst komt burgemeester Bert Blazer langs. Er is een gesprek met cultuurverbinder Jasmijn van Vliet. Arne Hinnega is een jonge theatermaker en die komt dat vertellen over haar activiteiten. Er is een speciaal lied gecomponeerd vanavond door Dominique Engers en er is muzikale omlijsting van Scott Wall. Kortom, een hele hoop positiviteit, cultuur en kunst in een week waarin de eerste sneeuw verdwenen is en waar het al een heel klein beetje naar lente ruikt. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Waarnemend burgemeester Bert Blazer, allereerst welkom bij Studio Kool. Ja, mooi initiatief, dus ik ben er vanuit aanwezig. Ook al is het alleen maar omdat ik het hartstikke goed vind dat jullie dit organiseren. Hartstikke leuk, te gek. Ja, dank u wel nogmaals. Ja. Sinds 2017 bent u waarnemend burgemeester en dat waarnemend zegt natuurlijk alles over de fusie die gaande is. Ja. De plaatsnamen blijven hetzelfde. Oud-Karspel, Noordsgewoude, Zuidsgewoude, Broekbelangendijk, Sint-Pancras, Heerengewaard. Maar er komt straks een plaatje Dijk en Waard onder te staan. Ja. Hoe gaat het met deze fusie? Nou, even, jij zegt waarnemend burgemeester, maar ik ervaar dat waarnemend eigenlijk helemaal niet, hoor. Want ik ben er nu 4 jaar. Ja. En dus als er nog een jaar bij komt, en dat zal waarschijnlijk wel zo gaan als er niks raars gebeurt, dan ben ik 5 jaar burgemeester. Nou, een benoemde burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd. Dus ja. Waarnemend ervaar ik niet zo. Dat ik geloof dat het ook dat ook de mensen in Heerengewaard ook niet steeds het gevoel hebben, hey, daar loopt onze waarnemer. Maar je vraag was over de fusie. Nou, we hebben vorige week in de Tweede Kamer het besluit gekregen van het definitieve go. Hè. Dat was vorige week, geloof ik. Dus dat betekent dat 1 januari nu echt zeker is. En dat we in november ook verkiezingen gaan meemaken hier in deze gemeente, in onze beide gemeenten. Ja, ik merk dat in Heerengewaard het nou niet echt het hoofdthema is waar iedereen zijn dagelijks zijn hoofd over breekt, hè, over die fusie. Maar het is natuurlijk wel een stap die je als twee gemeenten zet. En ik denk ook dat het goed gaat uitpakken. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar voor mij houdt het natuurlijk wel dagelijks bezig. Want er moet van alles geregeld worden wat voor de kijkers niet zo heel interessant is. Maar af en toe wel natuurlijk mijn dagen bezighoudt. Want de ambtelijke organisaties die zijn al 1 geworden. Maar dat moet natuurlijk goed lopen. De colleges zijn samen aan het overleggen. De colleges van BMW zijn samen aan het overleggen. Om gezamenlijkheid uit te stralen. De twee gemeenteraden zijn naar elkaar aan het toegroeien in een fusieraad. Dus er zijn allerlei dingen die wel moeten gebeuren. Ja. Dus ja, er zijn natuurlijk altijd tegengeluiden. Het is natuurlijk, verandering is altijd even moeilijk. Maar wat zijn volgens u de positieve kanten van deze fusie? En dan heb ik het echt over de inwoners van de beide oude gemeentes. Om zo maar het leeft ook wel een beetje verschillend in Langedijk of in Heerengewaard. Dat hebben we bij het hele proces al wel meegemaakt. Dat de mensen in Heerengewaard hebben nou niet direct daar hele strong feelings over. Die vinden het gemiddeld genomen wel best. Ja. In Langedijk is het toch een wat indringender gevoel. Ook vanwege de kernen in Langedijk. We hebben natuurlijk de discussies over Sint-Pancras en Koedijk uitgebreid tot ons genomen. En ook daar onderdeel van zijn geweest. En ik vind ook wel belangrijk dat de mensen die in die kernen wonen ook zich realiseren en zich kunnen realiseren dat die eigenheid van die kernen centraal blijft staan. Ja. Dus we gaan helemaal niet een soort van eenheidsworst over de nieuwe gemeente uitrollen. Helemaal niet. En natuurlijk de namen blijven gewoon bestaan. De namen blijven bestaan. Maar ook de eigenheid van die verschillende kernen. En trouwens ook van de wijk in Heerengewaard. Ja. En ik kan naar Noord en het Kruis verwijzen. Maar ook gewoon in zijn algemeenheid blijven we het op hetzelfde grondgebied liggen met dezelfde mensen. Ja, klopt. En we hopen dat ons bestuur toch wat meer toegerust is op deze tijd, op de moderne tijd. Want de verwachtingen van onze inwoners, die veranderen, die verschuiven. Dus de verwachting van een overheid, en terecht ook wel, die worden hoger gelegd. En dat moeten we ook kunnen waarmaken, zowel in onze ambtelijke organisatie als hier in Langedijk. En wij verwachten dat we samen daar beter toe in staat zijn. En dat we beter kunnen besturen. Maar eigenlijk zonder dat de mensen daar nou al te veel van merken, behalve dan door die verbeteringen. Lijkt een heel duidelijk antwoord. Het is natuurlijk een aparte tijd, de coronatijd. Afgelopen jaar was u burgemeester van een stad waarin heel veel dicht was. Scholen waren tijdelijk dicht. Horeca is dicht. Winkels zijn nog even dicht. Zijn er ook positieve dingen gebeurd volgens u? Nou, dit is natuurlijk wel heel indringend. En zeker nu het nu toch al zo lang duurt en maar blijft duren. Ik denk dat veel mensen herkennen als ik zeg, ik heb er soms ook echt wel een beetje genoeg van, om het zo maar te zeggen. Je probeert daar natuurlijk het beste van te maken. Je probeert ook zoveel mogelijk
mogelijk te maken voor de samenleving. He, dus dat dingen wel kunnen in plaats van wat kan er niet. Maar ik denk dat we allemaal, zeker met dat voorjaar nu weer in de lucht, dat we toch allemaal het gevoel krijgen, nou, we willen weer wat. Hè? Even, en dat snap ik ook heel goed. Ik vind het zwaarst getroffen, vind ik eigenlijk onze horecaondernemers vorig jaar. Maar ook ja, breder natuurlijk, ook kappers en andere MKB-bedrijven hebben daar toch wel behoorlijk veel van te lijden gehad. Gelukkig zijn er ook bedrijven die juist gefloreerd zijn, hè, door corona. Dus, maar met name onze horeca is daar wel heel... ja, doorgetroffen en gaat er ook heel goed mee om. Die proberen andere wegen te vinden om toch ja, hun boterham te verdienen. Of om hun personeel aan de, ja, aan de gang te houden. Ja. Ik heb ook heel regelmatig met hen overleg. En ik heb ook in de krant een keer gezegd, ik hoop dat iedereen, al onze inwoners, alles wat ze niet uitgegeven hebben aan de horeca het afgelopen jaar, aan de kopjes koffies of de maaltijden, dat we dat allemaal opsparen. En op het moment dat het weer kan, dat we dat allemaal gaan uitgeven om dat geld weer te laten rollen. En ook... ja, ook bij de horecaondernemers terecht te laten komen. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ja, toch? Ja. Dus een beetje een stiekem oproep. En we gaan daar ook als gemeente proberen een handje in te helpen om die herstart, die doorstart ja, mogelijk te maken. Was het voor jezelf moeilijk om contact te houden met de bevolking, met de burgers op deze... Nou, ik heb eigenlijk geprobeerd zo min mogelijk, hoe zeg je dat, ja, toch zoveel mogelijk contact te kunnen houden. Want kijk, je kunt dan misschien niet in grote groepen contact hebben, maar één op één kan natuurlijk altijd. Ja. En ook mijn bezoeken aan bijvoorbeeld jubilarissen met huwelijken heb ik ook zoveel mogelijk geprobeerd wel inhoud te geven. Al was het maar onderaan het balkon staan en dan een bosje bloemen omhoog tillen en zwaaien naar elkaar, zodat er in ieder geval contact is. Ik heb natuurlijk veel contact met ondernemers. Ik noemde net al de horeca. Nou, wij zitten hier ook weer nu te praten. Ja. We hebben net een voorgesprekje gehad. En ik probeer, dus eigenlijk heb ik in mijn persoonlijke contact en het gevoel met de samenleving, heb ik niet te klagen, zou ik zeggen, over de intensiteit ervan. Maar ik heb wel, net als heel veel mensen, veel meer geleerd hoe je ook digitaal kunt vergaderen. Klopt. Zoom-meetingen, het hele jargon ja, is mij ook eigen. Ik ben zelfs al een beetje handig met je handje opsteken digitaal. En ik zit ook de vergadering van de gemeenteraad digitaal voor. Nou, dat loopt ook niet eens onaardig. Het is natuurlijk wel echt anders dan het fysiek te doen. Maar ja, je moet soms een beetje aanpassen. En ja, ik ben daar zelf ook onderdeel van. Zo leren we allemaal weer een klein beetje bij op het technisch gebied. Zeker. En wat ik wel mis is, mijn kleinzoon en mijn dochter wonen in Spanje bijvoorbeeld. Ja. Ja, die heb ik al de hele tijd niet gezien. Dus dan facetimen we wel en dat soort dingen. Maar ik zou die jongetje ook wel weer graag een keer een knuffel willen geven. Dat kan ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja. En hopelijk kan het snel weer. Ja, zeker. Het zal aan mijzelf niet liggen. Denk ik ook. bent u een cultuurliefhebber? Ja, zeker. Zeker. Ik ben zelfs, maar dat, ik ben niet alleen een passieve, maar ook een actieve cultuur. Dat was mijn volgende vraag, maar u bent ervoor. Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens een keer een gedichtenbundel geschreven. En ik heb zelfs een cd gemaakt met een muzikantengroep. Waarbij die gedichten ook op muziek zijn gezet. Dus ik ben een actieve cultuurliefhebber. Ook in de passieve zin. Dus het dingen meemaken op cultureel vlak. Dus ik heb ook echt wel erg meegeleefd met Kool. Dat je opeens... Nou ja, zo'n cruciale functie als dat Kool heeft in onze samenleving, maar ook andere culturele instellingen, dat was opeens weg natuurlijk. Hè? Even, maar dan zie je ook hoeveel creativiteit er weer is. En daarom loof ik deze uitzending ook zo, dat Kool dan toch weer dingen bedenkt om nou ja, dat snuifje cultuur toch aan onze samenleving toe te voegen. Want zonder dat is dit net als eten zonder zout. Hè? Even, klopt. Ja. Wat mist u zelf het meest? Concerten, theater? Nou, weet je, ik heb ook op dat vlak ga ik dan toch alweer een beetje op zoek naar alternatieven. Want je krijgt toch ook wel weer dingen aangeboden. Nou, vooral via internet, hè, via YouTube, via hè, slimme filmpjes, een podcast, weet ik het, wat er allemaal tot je komt. Maar het meest mis ik wel de live muziek. Ja. Muziek moet je toch een beetje voelen, eigenlijk. Ja. Ja. Want speelt u zelf ook? Maakt u zelf muziek? Of ja, nou, dan ga ik je verrassen. ik speel de didgeridoo. Oké. Okay. Ik weet niet of je dat kent. Dat natuurlijk, is zo'n Australische pijp. En nou ja, ik kan niet zeggen dat een heel muzikaal instrument is, in de zin van dat je daar heel veel harmonie op kan vinden. Nou, hoewel ook toch ook weer wel. Dus dat speel ik. En ik heb vroeger veel gitaar gespeeld, maar dat doe ik wat minder de laatste tijd. Misschien is het weer tijd om het een beetje op te pakken. Ja, juist. Nou, ik denk ook... Ik ben 61, dus ik ben nog niet met pensioen. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk, nou, als ik nou wat meer tijd krijg, dan wil ik die gitaar wel weer eens oppakken. Ja. Ik schrijf zelf voor een aantal muziekbladen, dus jullie altijd wat tips geven natuurlijk, als dat nodig is. Oh, nou ja, goed, graag. Ik heb ook
Bij de gitaar vind ik het ook altijd prettig om een beetje erbij te zingen. Weet je, gewoon maar niet op een heel hoog niveau, hoor, maar gewoon... En dat kan thuis altijd natuurlijk. Dat is precies, heel makkelijk eigenlijk. Precies, ja. Precies. Ja, de nabije toekomst. U zei het al, we krijgen verkiezingen. Er gaan natuurlijk dingen veranderen. Denkt u zelf al na over uw toekomst? Na Heerhugowaard? Nou, toekomst na... Nee, ik denk nog niet na over mijn toekomst na Heerhugowaard. Ik heb getekend tot 1 januari. Dan komt er ook nog de vraag wie dan... Of dat Leontien Kompier is of ik zelf... Wie de fase daarna overbrugt. Want een nieuwe gemeenteraad die moet een burgemeester gaan werven. Ja. Zal ongetwijfeld de bevolking nog om input gevraagd worden. Dus dat duurt ook nog een half jaar. Dus ik zit hier tot 1 januari of tot ergens in de zomer volgend jaar. En wat daarna komt, ja, meestal kijk ik toch niet zo ver vooruit, hoor. Ik heb in mijn leven toch wel gemerkt dat er zijn altijd dingen die onverwacht gebeuren. Daar moet je ook op willen kunnen inspelen, denk ik. En er zal wel iets op mijn pad komen. Ja. Ik ben best een ervaren burgemeester inmiddels, dus ik zal wel ergens... Laten we zeggen, over mij hoef je je geen zorgen te maken. Dat zal ik niet doen dan. Voor de zekerheid van onze kijker. De andere naam die u noemde, dat is de burgemeester, uw collega van Langedijk. Ja, Leontien Kompier is de burgemeester van Langedijk. En die is daar waarnemer. Toch maar weer waarnemer even. Ja. En de nieuwe gemeente zal ook beginnen met een waarnemer. Dat is omdat die nieuwe gemeente zelf zijn burgemeester moet gaan werven. Ja. U zegt zelf al, vooruitkijken is moeilijk. Het is ook soms veel leuker om iets minder na te denken over de toekomst. Maar hoe kijkt u terug op deze 4 jaar hier gewaard? Nou, weet je, ik moet natuurlijk nog niet tot mijn eindconclusies komen. Want ik heb lekker nog even voor de boeg. Maar het leuke is, ik kende dit gebied in Nederland veel minder dan bijvoorbeeld Zuid-Holland. Ik ben geboren in Eindhoven. Tot mijn 18e jaar geboren en getogen dus. Daarna ben ik richting Zuid-Holland getrokken. En dit gebied is toch weer heel anders. Dat is ook wel zo boeiend. Ik ben burgemeester geweest in Vlaardingen. Ja, Vlaardingen is echt een heel andere situatie onder de rook van Rotterdam. Ja. Toch meer criminaliteit, ook meer diversiteit, maar een veel minder sterke economische positie. En je ziet hier in deze regio dat eigenlijk op veel van die punten het goed voor elkaar is. Dus het is goed wonen, het groen is grosso modo goed voor elkaar in Heerhugowaard. Dus soms denk je dan, laten we ons realiseren hoeveel goeds dit gebied te bieden heeft. En hoe tevreden je kunt wonen in Heerhugowaard. Dus dat vind ik wel... Dat was voor mij wel mooi om te zien. Tegelijkertijd waren er ook best veel overeenkomsten tussen herkenbare dingen in de volksaard. Bijvoorbeeld dat directe, wat West-Friese hebben of mensen in Heerhugowaard hebben. Het hardwerkende van de Rotterdammers. Het hardwerkende, het no-nonsense, ja, precies. Ja, en dat vind ik wel lekker, hoor. Even dat je what you see is what you get. Ja. Ik vind het een hele mooie afsluiter eigenlijk. Zijn we al klaar? Voorlopig hebben we nog heel veel met u te maken de komende maanden. Zeker, zeker. En ik ben er ook voor de volle 100% tot 1 januari sowieso en ook waarschijnlijk nog wat langer. En wat je dan krijgt is, je gaat het nog een beetje houden, hè, van zo'n gebied. Dus laten we nog maar niet over het afscheid gaan spreken, want dan... Dat zullen we dan zeker niet doen. Wordt het te melancholisch. Ja. Dank u wel. Succes nog in ieder geval in de komende maanden. En ook met de laatste loodjes van de fusie. Ja, en mag ik dan ook al die kijkers ook even succes wensen met de laatste loodjes, hoop ik dan maar, van corona. Dat we toch naar een periode toe gaan waarin we een ander evenwicht vinden in het omgaan daarmee. Want dat opgesloten zitten, dat doet ons niet goed allemaal. En we snappen allemaal waar we staan. Maar dat we wat meer lucht nodig hebben en dat er wat meer ruimte komt. Ook voor onze winkeliers, horeca, even... Dat wens ik ons wel toe. Ja. Dus houd nog even vol en dan... Het gaat hopelijk de goede kant op. Gaan we de goede kant op. Ja. Dank u wel, burgemeester Bert Blazen. Dank u. Hai. We gaan nu naar muziek. Naar een bijzonder lied dat speciaal voor vandaag gecomponeerd is door Dominique Engers. Dominique Engers en Hans van Gelderen, welkom. Dank je wel. Ik weet wat een sneldichter is, maar een zingend notulist... Ja, nou ja, ik heet dus, of mijn website heet De Sneldichteres. En een zingend notulist, wat ik eigenlijk deed, moet ik zeggen, voor de corona, is dat ik congressen, debatten, symposia bijwoonde. En die op rijm versloeg en die dan afsloot met een gezongen samenvatting onder muzikale begeleiding van een gitarist. Hans is een van de 4 gitaristen die mij daarbij begeleiden. Dus je moet je eigenlijk voorstellen, een soort wat Nico Dijkshoorn deed bij De Wereld Draait Door, maar dan... Nico Dijkshoorn deed dat altijd in 3 minuten en het rijmde niet. En bij mij duurt het altijd 10 minuten en het rijmt wel. En er zit muziek onder. Werk onder druk dus?
werken onder grote druk. Maar ik ben heel goed met deadlines. En dit is eigenlijk een soort ultieme deadline. Dus die mij wel past. Ja. Ja. En opeens dan moet je iets schrijven over de gemeente Zierigwaard en Langendijk. Straks Dijk en Waard. Hoe was dat? Nou, heel leuk, kan ik je vertellen. Want kijk, dit is eigenlijk ook zoiets als het schrijven van het Kopspijkerlied. Een actueel lied schrijven, maar dan op de actualiteit van heer Hugo Waard. Ik heb dat heel lang gedaan, ook voor theater De Engelenbak in Amsterdam, waar ze ook altijd de open bak afsloot met een actueel lied. Dus het schrijven van een actueel lied is me ook niet vreemd. En ik moet zeggen, ik heb me nu de afgelopen week dan heel erg verdiept in de actualiteit van dit dorp. En dat is ontzettend leuk en positief, want ik heb eigenlijk zitten eigenlijk alleen maar positieve berichten in het lied wat ik deze week gemaakt heb. Ben je op huisjacht hier? Ben je op huisjacht? Nou, ik zou je zeggen, we parkeerden en toen dacht ik, goh, er staan nog leuke huizen ook. Daar gaat het. Ja. Ja. Dus wie weet zien we ooit nog wat terug hier. Als het, Nou ja, je weet het niet. En ja. Ik zag de Hugo Hoppers weer rijden. Het is wat. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen. Nou, ik hoop dat ik je kan verrassen. Veel plezier, succes. Dank je wel. Weer een week voorbij dat we niet buiten konden spelen. De avondklok nog steeds van kracht verklaard. Maar er is veel moois gebeurd dat ik heel graag met u wil delen. In Langendijk en in heer Hugo Waard. Er was een Valentijnsattentie voor verraste senioren. Gouden dagen stond garant voor gulle lach. De baby van de maand Rif is gezond en welgeboren. En de Zeppelin vierde gekke haren dag. De helden van de sneeuwploeg, Dijk en Waard, die wil ik eren. Die moeten in het zonnetje gezet. Ze rukten uit om sneeuwduinen en gladheid te trotseren. Voor hen geen ijsvrij, ook geen vorst verlet. Met zout en pekelwater lieten zij de vorst verdwijnen. Het ijs dat smolt als sneeuw weg voor de zon. Het is dankzij Dijk en Waard dat overal de zon ging schijnen. En de Langendijkse lente vroeg begon. Er was ook een bericht dat mij aanvankelijk deed beven. De kastanjebomen aan de stationsweg hebben allemaal een ziekte die ze niet gaan overleven. En nu worden ze gekapt, oh wat een pech. Maar razendsnel schijnt er weer heel veel moois voor terug te komen. Voor elke zieke boom die wordt gekapt. Een vervangingsplan, 5 soorten mooie nieuwe bomen. De laan wordt fraai en statig opgeknapt. En dit is lang niet alles, er is nog meer leuks te melden. KSV handbal brak een nieuw record. Toen zij na de grote clubactie verkochte loten telden, braken bij hen de blijdschapsdijken door. Dankzij Ingrid en Jeannette die de meute motiveerden. Dankzij de jeugd die trok van deur tot deur. Dankzij iedereen die loten kocht en daarmee ruim doneerde, heeft heel heer Hugo Waard een goed humeur. De vlaggen mogen uit, het vaccineren is begonnen. Meneer Hees de eerste, die had goede zin. Toen de naald hem naderde, gaf hij zich blij gewonnen. En brulde vrolijk prikkend er maar in. En ook Jasmijn van Vliet zit hier met opgestroopte mouwen. Want zij heeft een enquête uitgezet. De jeugd van Dijk en Waard, die kun je haar wel toevertrouwen. Wat haar betreft zijn jongeren aanzet. Bij mij duurt gekke harendag inmiddels al 10 weken. Maar gek haar of niet, de klus die is geklaard. Want er was volop goed nieuws, een mooie week is weer verstreken. In Langendijk en in heer Hugo Waard. Jasmijn van Vliet, welkom. Wij kennen elkaar goed, vanwege Kool, vanwege Complex, vanwege Mixstream, waar we allemaal bij betrokken zijn. Volgens mij kunnen we een uitzending vullen met wat je allemaal doet in Heergewaard. Maar je bent hier als cultuurverbinder. Ja, dat klopt. Hartstikke leuk. Is dat precies? Kan je ons uitleggen? Een cultuurverbinder. Ja, een cultuurverbinder. Wat is dat precies? Ten eerste is het cultuurverbinder jongeren.
Dus ik richt mij voornamelijk op de jeugd in gemeente Dijk en Waard. En in eerste instantie wat hun wensen en behoeften zijn ten opzichte van cultuur. Af en toe komt sport daar ook bij kijken. Maar goed, dus ik ben even kijken, vorig jaar maart begonnen. Eigenlijk al eerste week even op kantoor gezeten en toen startte de corona helaas. Maar goed, in een jaar heel veel kunnen bereiken. En nou goed, momenteel is er een onderzoek gaande. Misschien leuk om over te vertellen. Jazeker. En ik heb een enquête uitgezet, ook met hulp van een aantal co-collega's van hier. In opdracht van de gemeente Dijk en Waard. Met het doel in kaart te brengen ja, hoe het met de jongeren nu gaat. En wat ze graag willen. Willen ze meedenken met een activiteitenagenda. En uiteindelijk ook ja, hun mening nu echt vragen. Hè? Ook er is een jongerenagenda nu actief. Vinden zij dat compleet genoeg? Voldoet dat aan hun wensen? En vinden ze dat prettig te vinden? Ja, zeker in deze moeilijke tijd heel belangrijk. Kan je iets vertellen wat er uitgekomen is? Wat de wensen zijn van de jongeren? Nou, voor nu zijn er 550 enquêtes ingevuld. Dus 550 respondenten. En komt er eigenlijk naar voren dat de jongeren dat het best goed gaat met ze. Uiteraard ook een aantal niet, maar goed, met veel gaat het goed. En je merkt dat de behoefte er heel erg aan is, lekker de deur uit te gaan. Dus met leeftijdsgenoten kunnen sporten, een feestje kunnen vieren. En ja, toch het sociaal contact, dat is voor nu wel echt heel belangrijk. Ja. En dat is natuurlijk nu juist moeilijk. Zijn er toch manieren om zoiets te doen? Gebeurt er iets? Ja, geregeld wordt er wat georganiseerd, wel binnen ja, de richtlijnen van RIVM. Tot en met 17 jaar zijn namelijk die ja, regels erg versoepeld momenteel. En zie je dat bijvoorbeeld jongerenwerk of bepaalde welzijnsinstanties in Dijk en Waard, het is nog even wennen hoor. Ja, oké, Dijk en Waard, gemeente Dijk en Waard, dat er ja, geregeld nog wat georganiseerd wordt. En vandaar ook dat de jongerenagenda ja, een mooie lijst is momenteel. Ja. De jongerenagenda, waar vinden mensen die? Waar vinden jongeren die? Voor nu is deze te zien op de Kool Kunst en Cultuur site. En ligt ook de vraag bij de jeugd momenteel van, joh, vind je het prettig die hier te zien? Moet die gehangen worden aan een website? Wil je hem liever op een flyer zien? Dus momenteel is hij te zien op de Kool website. En ja, goed, in de toekomst wil ik natuurlijk dat verder uitzetten via de socials en ja, dergelijke. Ja. Kan je ook nog concrete voorbeelden geven van wat er nu gebeurt of gaat gebeuren? Momenteel worden de jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve sessies. Want in de enquête is er ook mogelijkheid om in te vullen van, hey, wil je meedenken over het activiteitenaanbod momenteel in Dijk en Waard? Leuk om te weten is dat meer dan de helft dit ook heel graag wilt. En krijgen zij nu de kans de komende weken om, ja, om hun stem te geven over het activiteitenaanbod. Vorige week woensdag hier de eerste creatieve sessie met een aantal jongeren gehad in Kool. En ja, de komende weken is de jeugd aan zet. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat iemand nu kijkt en denkt, ik wil meedoen. Of misschien dat iemand kijkt en die denkt, mijn zoon of dochter of ja, kleinzoon of kleindochter wil meedoen. Hoe kunnen ze jou bereiken of hoe kunnen ze in zo'n panel deelnemen? Zij kunnen mij mailen, jasmijn@koolkunstencultuur.nl of via de jongerenagenda op de Kool Kunst en Cultuur website kunnen ze zich ook inschrijven en aanmelden. Ja. Ja, dus in principe via de Kool site ben jij te vinden, ja, is de agenda te vinden. Ja. Ja. Dan is ook nog Jeugd aan Zet. Wat kan je daarover vertellen? Nou, Jeugd aan Zet, de wintereditie. Afgelopen zomer hebben we een onwijs succesvolle zomereditie gehad. Eigenlijk alle culturele locaties in Heerdegewaard en Langendijk en jongerenwerk. We hebben eigenlijk met z'n allen hebben een heel mooie jongerenagenda toen ook kunnen maken, zeg maar activiteitenagenda. En nou, dat is eigenlijk zo goed bevallen dat we dat nu ook in de winter doen. En ja, de overheid heeft, ja, die biedt ruimte voor en budget voor om gemeentes dit ook te laten aanvragen. Nou ja, goed, en ik ben een van degenen die dat begeleidt. Ja. En jongerenwerk is dat nu vanuit twee gemeentes allemaal aan het uitzetten. En de lokale welzijn- en cultuurorganisaties die kunnen zich daar ook op inschrijven. Oké, en met welke partijen werk je momenteel samen? Nou ja, goed, dat is met Kool, dat is met Jongerencentrum Complex, dat is met De Binding, dat is dus met beide jongerenwerkers uit Dijk en Waard, dat is met Jij Hoort Erbij van Siona Oosterkamp, dat is met Lux, met The Gate, met B3, nou ja, goed, eigenlijk bijna alle culturele instellingen in Dijk en Waard. Ja. Dat is nu vooral hopen, denk ik, dat er langzamerhand iets meer mag voor de jongeren. Dat er iets meer open gaat. Ontzettend, ja. Ik merk volgens mij wel dat er ook onder jongeren toch wel
wat somberheid is toegeslagen, dat allemaal ietsje positiever mag? Het mag wat positiever. En ik denk dat het al echt een verschil maakt als je met iets meer bij elkaar mag komen. Tot en met 17 nogmaals mag je heel veel. Maar ja, zodra je dus 18 wordt, dan wordt het gewoon beperkt. En ja, je hebt behoefte aan sociaal contact met elkaar. Sparren, sporten, samen zijn. Ja, dat is nodig nu. Ja, ja, essentieel. Dan is het in ieder geval nu hopen dat de agenda zich goed vult. Dat er snel meer mag. Nogmaals, als mensen jou willen weten willen vinden. Als mensen iets meer willen weten, kunnen ze naar de Kool-website toe gaan. Ja, ja. Inderdaad. Okay. En tot slot misschien leuk om te weten dat Anne Hiddinga zo aansluit. Ja, en dat klopt. Is deels van de projecten ook uit Jeugd aan Zet die daar naar voren gekomen is. Een zeer jonge en zeer actieve theatermaakster. Ja, inderdaad. Jasmijn van Vliet, dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan, dankjewel. Maar voordat we verder gaan met Anne Hiddinga, hebben we eerst muziek. En dat is van het driemans duo Scottwall met het nummer Trudy. Je hebt je lippen verfd, je heer zit en je jurk staat goed. Trudy, denk je dat je nodig nog de stad in moet? De maan ziet door de ramen hoe ik naar het dak uit sta. O Trudy, ga niet naar Alkmaar. Ik heb nooit zoiets, het is tijd voor oorlog in Afghanistan. Had het leger wat beloofd, weer hield ik me dus aan. Ik kwam wel terug, maar liet ook heel wat achter in dat land. O Trudy, mijn hart ligt in je hand. Wat moet je met een vent die in zijn nest legt half lam? Jij bent een jonge vrouw, je wil een grote sterke man. Maar ik heb gehoord, het duurt niet lang, dan is het met mij klaar. Toch, ik hoor het dan, het knarsen van het grind. En mijn laatste hier leggen in mijn nest als een klein kind. Als ik er kon, liep ik er heen en sloeg er in mekaar. O Trudy, naar Alkmaar. O Trudy, kom terug, doe niet zo raar. Anne Hiddinga, ja. Welkom. Dankjewel. Ongeveer anderhalf jaar geleden stond jij hier met jouw theatergroep in Kool. Ik zat ergens op een stoel. En je hebt een theaterstuk gemaakt die door jou geschreven is. En die helemaal compleet is uitgevoerd door jonge mensen. De muziek, het script, de kostuums, alles is door een hele grote groep jonge mensen gemaakt. Ja. Ja. Hoe heette de voorstelling? Zoals het wordt verteld. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Nou, best wel positief. De prestatie zelf is best wel... Ja, groot. Ja, het is best wel knap dat het is gelukt, want het is best wel een groot ding. We zijn er in totaal, denk ik, 3 jaar mee bezig geweest. Vanaf dat ik dan 15, 16, 17 jaar, zeg maar.
En dat, het is gewoon heel veel werk. Dus het was ook best wel de vraag van, ja, lukt het dan? Sta je dan na 3 jaar op het podium? En is alles compleet? En dat was zo. Dus het was gelukt, inderdaad. Dat was gelukt, dus ja. Dat is heel leuk. En de ervaring is heel fijn om te hebben en heel tof om te doen. Dus leuk dat we het hebben gedaan, ja. Je bent natuurlijk van oorsprong, je hebt geen opleiding gedaan op dit gebied, maar nee. Je bent wel al heel jong, vanaf heel jong met theater bezig. Ja, ik doe hier in Kool, doe ik vanaf dat ik 5 ben, zit ik op de musicalvereniging. En dat heb ik 10 jaar gedaan, totdat ik denk 15 was. En daarna heb ik de vooropleiding theater gedaan in Amsterdam. Maar ik heb nooit, zeg maar, een bachelor in theater gehaald of zo. En toen, vanaf mijn 15, 16, dat was dus die productie. Dat was zoals het wordt verteld. En daarna is het, want toen was het onder een bedrijf. Want dat was toch handig, want je moet dingen regelen en dat moet onder een naam. Dus dat was onder Feather Hair Creations. En dat is na de voorstelling een stichting geworden. En dan zijn we dit jaar nog begonnen aan een nieuwe productie. En dat was heel tof, want we kregen de kans om alles toe te passen wat we hadden geleerd in 3 jaar. Dus de productie was veel beter, het script zat veel beter in elkaar. De muziek was fantastisch. De rollen waren leuk. We hadden een goede kostuumontwerper. En toen kwam corona. Oh, zeg, toen kwam er iets tussendoor. Ja, wat het, die heeft een beetje roet in het eten gegooid. Ja. Maar dat hebben we nog wel een half jaar kunnen doen. Dus dat is ook dat je het maar een half jaar hebt gedaan. Is wel leuk dat we het hebben kunnen doen. Ja, en wellicht in de toekomst. Kan ooit nog een keer. Wellicht. Ik zou het heel leuk vinden als de show nog een kans krijgt. Ja. Maar je hebt wel wat anders gedaan. Je hebt afgelopen zomer hier een escape room-achtig evenement georganiseerd. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat was ik noemde het een escape tour. Want een escape room is vaak dat je letterlijk moet ontsnappen uit een kamer. En hier was het dat je naar een volgende kamer ging. En je moest een moordmysterie oplossen. En je begon dan met theater. En dan kwam je in elke kamer een verdachte tegen. En in de eindkamer mocht je, zeg maar, je verdenkingen opschrijven. En dat was dan de code. En dan had je het goed of fout. Ja. Voor de mensen die niet weten wat een escape room is of een escape tour is. Je komt onderweg allemaal clues tegen. Ja, het is een soort van, je wordt gewoon in een situatie gegooid. En helemaal blanco. Je weet helemaal niks. En dan ga je aan dingetjes trekken. Je gaat codes zoeken en kijken wat wel of niet een puzzel is. En ja, het is heel leuk. Het is gewoon één groot raadsel. Ja. Nu heb je het over met clues moorden oplossen. Maar dan natuurlijk niet echt, dus dat is de theaterkant. Ja. Maar volgens mij jouw opleiding, die je wil gaan doen, gaat ook die kant op. Ja, klopt. Ik ga aankomende september beginnen aan mijn bachelor in forensisch laboratoriumonderzoek in Leeuwarden. Dus dan worden het echte cases dan oplossen. Dan wordt het echte werk. Zie je zij hier gewaard. Ja, dan gaan we echte moorden oplossen. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dat wordt heel spannend inderdaad. Dan ga je van theater naar het echt hier in korte tijd. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Je gaat ook workshops doen op dit gebied. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ik heb natuurlijk in die jaar dat ik dat heb gedaan heel veel geleerd. En dat zijn best wel dingen die voor mensen in de sector zitten vanzelfsprekend zijn. Bij wie moet je zijn? Met welke soort functie mensen moet je praten? Hoe schrijf je je mail? Hoe regel je zaken? Hoe laat moet je aanwezig zijn? Hoeveel tijd kost iets? Maar dat is heel moeilijk als je dat nooit hebt gedaan. Dus echt het organiseren van een... Ja, maar ook het schrijven, ook het hele proces. En dat is gewoon heel fijn als iemand dat 1 keer uitlegt, want dan weet je het. En het is te waardevol om het te proberen en het vervolgens fout te doen. Ja. Want je hebt maar 1 kans bij een voorstelling. Of een draaidag. Of een... Ja. Dus eigenlijk ga je een soort van een kleine theateropleiding doen die zich toespitst op een escape room-achtige situatie. Zeg ik dat goed? Ja, een soort workshop in schrijven en produceren. En dat wordt dan inderdaad, dat is rondom het schrijven van je eigen escape room, escape tour. Dus daar heb je inderdaad dat schrijven aspect en het theater en zo. Maar echt ook op, hoe schrijf je iets wat, zeg maar, interessant is en hoe moet je dat opbouwen tot hoeveel mensen heb je nodig? Ja. Of moet je denken aan portofoons of t-shirts of whatever? Heel breed. Heel breed. Ja. En dit is voornamelijk voor jongeren, als ik het goed heb begrepen. Ja. En we doen het ook in verschillende leeftijdscategorieën en in kleine groepjes. En dan is er natuurlijk ook, dat kan zo moeilijk als de groep zelf wil. Ja. Zo breed als, dat maakt niet uit. Het gaat hier in Kool plaatsvinden. Alleen volgens mij niet helemaal bekend of wanneer. En dat heeft ook weer te maken met de huidige regels. Ja, dat klopt, want het mag nu nog niet. Maar het komt er wel echt aan. En dan komt het gewoon op de website van Kool. Daar kan je aanmelden via de kaartverkoop, zeg maar. Ja. Dus dan, en is er nu al iets op de website te vinden over deze workshop?
Dat durf ik niet met zekerheid zeggen. Ik denk het niet. Nee, dus mensen moeten gewoon even de Kool-website in de gaten houden. Ja. En dan komt het vanzelf goed. Dan komt het vanzelf goed. Ja, er zijn vast mensen die meeluisteren, die denken van, meekijken, die denken van, dit wil ik doen. Of mijn zoon of dochter wil dit doen. En dat, dat kan allemaal nog. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, je zei zelf al, je gaat een opleiding doen die ja, heel zijdelings met escape rooms te maken heeft. Maar niks met theater eigenlijk. Nee. Hoe ziet je toekomst er verder uit? Wat zijn je plannen? Nou, ik ik wil gewoon eigenlijk leuke dingen doen. En het lijkt me een hele toffe vakgebied om in te zitten, de forensische kant. En ik wil dan nog graag mijn master halen in criminologie. Maar daarnaast wil ik me ook blijven ontwikkelen als artiest en maker. Want ja, die dingen kunnen prima naast elkaar bestaan. En ik vind het gewoon allebei heel erg leuk. En ja, dat is ook wie ik ben, zeg maar. Dus we zien je de komende jaren in ieder geval nog heel vaak terug hier op het podium. Dat komt helemaal goed. Gelukkig. Anne, dankjewel voor je komst. Ja, heel veel succes met, in de toekomst. Dankjewel. We gaan eens verder met muziek van Scott Wahl. En dit nummer heet Varen. Klein, dat ik mee mocht in het skuitje, ook moeders moest mee op die akkertjes reis. Dat was op een even een cruise om de wereld, langs Griekenland, Lombok en Nijparadijs. Vader, ik wil weer een rondje gaan varen, de Zuimersloot op en dan over de Veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkabeld, nou ken het geen meer. Als vader puur ver moest, dan ging hij op stikken. Dan kwam hij ook onder de middag niet thuis. Dan kon hij mooi effies aan het slootkantje zitten. Als alles op regel was, loof in huis. Vader, ik wil weer een rondje gaan varen. De Zuimersloot op en over de Veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkabeld, nou ken het geen meer. Toen kwam er toch zo'n allemachtige happer. Bij iedere skep was er weer een wik weg. De kloet kon aan stukjes en mooi in de kachel. De baaien weer dempte ze, het is nou weer weg. Vader, ik wil weer een rondje gaan varen. De Zuimersloot op en over de Veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkabeld, nou ken het geen meer. Na, 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 na. Zandwagens veegden een zoot van de kaart, een weg voor een sloot en een dam voor een brug. Weer is nou die welvaart als niemand meer vaart, het was de vooruitgang, er is geen weg terug. Vader, ik wil weer een rondje gaan varen, de Zuimersloot op en over de Veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkabeld, nou ken het geen meer. Vader, ik wil weer een rondje gaan varen. De Zuimersloot op en over de Veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkabeld, nou ken het geen meer. Vader, ik wil gaan varen, de Zuimersloot op en over de Veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkabeld, nou ken het geen.
misschien meer. Scott Waal, welkom. Ja, dank je, Chris. Een driemans duo. Ja. Hoe zit dat? Nou, een driemans duo, dat is wat we zijn. We zijn eigenlijk meer dan de som der delen, dat sowieso. We zijn ooit met z'n tweeën begonnen, mijn broer en ik. En met z'n tweeën ben je een duo. En toen kwam er opeens nog iemand bij. En die heet ook Theo, en mijn broer heet ook Theo. Dus we hebben nu twee Theo's en twee dronkerts, maar we zijn met z'n drieën. Dus dan zo is een inderdaad beetje, een driemans duo, ja, ik snap het helemaal. Ja. Jullie zijn een vast bar blij dat jullie weer kunnen spelen vanavond. Wij zijn een bar blij, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Goed om te horen, ja. Ja. Scott Waal, voor wie het niet kent, jullie maken West-Friese teksten op bestaande nummers. Heel veel country, heel veel gospel, ook wat popdingen. Ja. Hoe zoeken jullie die nummers uit? Nou, daar zijn die twee Theo's heel goed in. Die tippen mij regelmatig. En hoe ze dat doen, dat is mij een raadsel. Maar het is 9 van de 10 keer raak. Dan ga ik aan de slag met die teksten. En vaak lukt dat. Dan houden we dat geheim verder gewoon intact, hoe dat gaat. Ik weet niet of het een geheim is. Nou, voor mij is het een geheim, ja. Nou, wie weet komen we er ooit achter. Dus, voor jullie lag het jaar natuurlijk ook een beetje stil. De jasjes passen nog, dus de coronakilo's vallen mee. Maar er zijn wat veranderingen. Jullie hebben een nummer geschreven voor het Kool-collectief. Ja, klopt. Kan je iets over vertellen? Ja, dat was vorig jaar kwamen ze bij ons. Of is het inmiddels nog weer 2 jaar? Ik weet het niet. Ja, er is eigenlijk een jaar tussenuit. Hè, dus. Maar die mensen van het Kool-collectief die kwamen bij ons. Die doen altijd, als het sale is in Amsterdam, dan doen ze hier in Langedijk. Of daar in Langedijk. Of in Langedijk doen ze een theaterstuk op locatie. En dat doen ze dus elke 5 jaar. En nu was het plan om dat bij de Broekenveiling te doen en ook als thema de laatste tuinder. En toen vroegen ze aan ons of wij daar iets mee konden, een lied maken. En dat hebben we gedaan. En dat is voor ons ook een enorme stap geweest, want het is eigenlijk voor het eerst dat we helemaal vanuit nul een eigen nummer hebben gemaakt. En nu zijn we de laatste hand aan het leggen aan die opnames die we gemaakt hebben. Dat perfectioneren, maar we zijn er eigenlijk best blij mee. Dat smaakt naar meer. Ja, zeker, ja. Nou, inderdaad, want wat wij natuurlijk altijd gedaan hebben is vertalen van bestaande liedjes. En dat is voor mij als tekstmaker best fijn, want dan heb je iets om vanuit te gaan. Maar dit is toch helemaal vanuit nul iets creëren. Ja, dat smaakt inderdaad wel naar meer, ja. Het nummer dat jullie nu gaan spelen is volgens mij een klassieker. En ik zei dat jullie binnen bar blij dat jullie weer kennen speulen. Ja. En dit nummer is ook heel blij volgens mij. Het is altijd goed om de mensen even een hart onder de riem te steken. En dus werkt altijd, ja. Dat is heel mooi. Okay. Dankjewel voor jullie komst. Dankjewel. Ik had een tijd niet bijster veel zin. Wat ik bouwd had, stortte weer in. Dat noem ik nou mijn donkere tijd. Die is over, ik ben weer blij. Ik ben weer blij, ik ben weer blij. Ik zie nacht meer of narigheid. Soms er zijn wolk, maar de zon schijnt altijd. Neem een borrel, ik ben weer blij. Soms leek het nacht, want ik had geen zicht. Maar ik had mijn ogen te dicht. Nou ben ik meester, weg nooit meer kwijt. Ogen open, ik ben weer blij. Ik ben weer blij, ik ben weer blij. Ik zie nacht meer of narigheid. Soms er zijn wolk, maar de zon schijnt altijd. Neem een borrel, ik ben weer blij. De kroeg na geweldere zin. Ik kort op tijd mijn padje weer in. Of ik alleen gaan of met een meid. Maakt niet uit, want ik ben weer blij. Ik ben weer blij, ik ben weer blij. Ik schiet naar.
schijt altijd. Neem een borrel, ik ben weer blij. Ik ben weer blij, ik ben weer blij. Misschien nacht weer of narigheid. Soms er zijn wolk, maar de zon schijt altijd. Neem een borrel, ik ben weer blij. Dit was Scott Wall en dit is ook de eerste aflevering van Studio Call. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand.